Zo jongens, weer onderweg. Het is nu donderdagmiddag en daar straks hebben we de camper geplakt. En dat zag je in de video van gisteren, dus toen zijn er stickers erop gegaan. Maar nu ben ik onderweg naar de locatie van Sjoerd. Sjoerd Kuipers van kampeertechniek.nl, kampeer-techniek.nl. Om de volgende als zwaar op de camper te plaatsen. En dat doen we nog even lekker voordat wij weggaan. Want als wij de komende 3,5 week weg zijn, dan hebben we die accessoire nodig. Dat wil zeggen, dit is weer typisch zo'n ding. Daar kun je makkelijk zonder, maar het leven wordt zoveel makkelijker als je het wel hebt. Wat we gaan inbouwen, dat is namelijk... Hey Sjoerd. Hey Jos, goedemiddag. Wat moet ik nou allemaal weer op mijn camper bouwen van jou? Ja, je oplettende kijker heeft je van de week al met deze doos zien lopen. In het ENP-film. Dat is waar ook. En jij gaat morgen nog weg. Ik ga morgen nog weg. Dus we willen nog even proberen om snel en netjes de stofzuiger er voor je in te maken. Vooral dat laatste. Want snel, daar kan ik ook. Dan flikker ik hem onder de bank. En nou heb jij natuurlijk een primeur. Ik heb deze stofzuiger denk ik al een jaar of 10 in mijn caravan. Het is echt een geweldig apparaat. Echt? Ja. B-Flex. B-Flex. Supporting Mobile Living. Nou, het is natuurlijk zo jongens, haal hem maar even uit elkaar die doos, kunnen we zien wat erin zit. Het is natuurlijk zo, wij hebben altijd een kruimeldief bij ons en dat is een super handig apparaat, want als ik hem pak, dan is hij leeg en als ik hem niet pak, dan ligt hij hier ergens een kastje te vullen en in dat kastje kunnen andere spullen. Een B-Flex is een Nederlands bedrijf. Het zijn dus Nederlandse apparaten, komen niet uit China, worden in Nederland gebouwd. En die bouwen dus volwaardige stofzuigers op 230 volt, ja. Die je ergens kan wegbouwen. Compact. En je hebt dus eigenlijk net als een centraal stofzuigsysteem, je hebt ergens een opening in het interieur zitten. Okay. Klepje open, stofzuigerslang erin. En werkelijk waar, zal je verbazen voor het formaat van een stofzuiger, dat ding heeft een waanzinnige zuigkracht. Daar kan ik een heel leuk grapje over maken, maar ik ga het niet doen. Maar de slang is lang genoeg, Jos. De slang is lang genoeg. Nou, dat zeg jij. Ik heb er een slang bij. Oh, die ligt daar. Van 6 meter. Nou, leuk is aan de slangen die zij gebruiken. Zo'n slangetje. Dit is die opgeruimd. En datzelfde stukje, dat wordt zowat een meter lang. Ja, ja. En dit is dus... Hiermee kan ik de hele camper door. Ja. Als die er straks in zit. Weegt wel wat, die slang. Ik heb een turboborstel erbij. Ja, zo'n roterende borstel. Nou, nog een stofzuigstang, een normale borstel, ja. Wat stofzuigzakjes. Altijd nodig. Het compacte werk. Oh ja. Maar de slang is lang genoeg. Jij kan straks gewoon je voortenttapijt stofzuigen, Jos. Ja, maar dan ga ik heel hard door die zakjes heen. Die zijn ook los te koop. Ja, dat snap ik. Dan zeg je wat. Dan zeg je wat. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ik er heel blij van word. En daarom... vind ik het ook fijn om dat nog even voor deze reis erin kunnen zetten. Jij gebruikt het ding vaker. Hoe vaak per jaar doe jij zo? Jij doet je voortenttapijt er ook mee, dus je bent geen goed voorbeeld. Nee, kijk, wij kamperen redelijk intensief. We staan op het voorseizoen en in het hoogseizoen. Wat ik meestal doe, is voordat ik het seizoen begin, doe ik er een nieuw stofzuigzakje in. Maar je kan je indenken, als mensen een huisdier hebben of iets dergelijks, of kinderen die wat minder opletten wat ze allemaal mee naar binnen nemen, ja, dan kan het zo zijn dat je 2 keer per jaar moet doen. Maar het is echt, echt waar. Jij gaat het straks ervaren. Het is echt een leuk apparaat. Het zuigt als een duivel. Gaan we leven? Ik ben wel benieuwd. Het gaat goed komen. Ik ben echt benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat mijn vrouw ervan vindt. Kijk, een chrome stang. Ik moet zeggen, ik heb dan nog het oudere model. Dus de stang is daar zwart van. Maar ook die stang is telescopisch. Dus je hoeft niet... Je hoeft niet over te laten aan de kleine mensen onder ons. Dat excuus heb ik dus ook niet meer. Jammer. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit meestal toch op mijn knieën. Ook als ik met de grote stofzuiger, de camper stofzuiger, dan moet ik wel lekker goed in de hoekjes en zo. En het is natuurlijk toch allemaal, het is wel een grote camper, maar toch allemaal kleine gaatjes overal. Ja, dat zeker. Maar oprecht, het zal je straks verbazen. Hij doet niet onder aan een grote stofzuiger die men in huis heeft, doorgaans. Ja. Ja. En jij bouwt die dingen in. Ja. Mensen kunnen dat ook bij jou kopen. Zeker. Ja. En ja, een beetje afhankelijk van de plaatsing. Is ook het inbouwwerk is daar natuurlijk van afhankelijk. Ja. Nou, in jouw geval, we hebben 220 volt stopcontact al in de buurt zitten. Dus dat is relatief eenvoudig.
Dus we gaan hem er even mooi in maken voor je. Mooi. En daarna wel even stofzuigen. Ja, maar dat laat ik aan jou over. En dan ga ik jou filmen. Is dat goed? Toch nog werk. Ik verheug me er echt op. Ja. Dit is mijn stopcontact. Ja, kijk Jos. Hier doe je hem open. Dan kan je de slang erin doen. Ja? Hier zitten twee hele kleine contactjes in. Ah, hier. Die maken via een snoertje verbinding met stofzuiger. Die eigenlijk stofzuiger een signaaltje geeft van hé, je moet nu aangaan. Dat is eigenlijk gewoon een laagspanningsschakelaartje. Zo moet je het zien, ja. Dus we hebben voor jou een mooie plek bedacht. Eigenlijk heb je in deze bank niet heel veel andere mogelijkheden. Want nee. Je hebt hier een la. Ja. Dus hierboven, dat hij net met de uitmonding boven de verwarmingsslang zit. Ja. Was eigenlijk een mooie. En dan gaan we proberen de stofzuiger boven de accu te positioneren. Nou, lekker. Dus we gaan even een gat boren. Tuurlijk. In dit geval maken we een gat van rond 60 mm. Daar past alles mooi in. En dan... Dat is handig dat jij daar ervaring mee hebt, want dan weet je precies wat je moet gebruiken. Ja, ongeveer. Dat je niet hartstikke gek wordt voor al die kleine ruimtes in die campers en die caravans. Het is inderdaad wel eens krapjes. Dit begint wel een beetje jouw luik te worden, Sjoerd. Ik heb je er van de week al een halve dag in zien hangen. Maar toen hadden we wel wat meer ruimte, maar ondertussen heb jij ook een waanzinnige accu erbij gekregen. Ja. Althans, is er een mooie accu bij geplaatst. Ja. Het wordt een aardige technische ruimte zo. Ja, gelukkig zit die ruimte daar. Ja. En dit wordt de wijnkelder, Jos? Nou, daar heb ik eigenlijk alle spullen in liggen die ooit weer terug moeten worden gegeven als we de camper inleveren. Ja. Oké. Okay. Want ik wil hier nog een plankje op maken. Voor de mensen die de accu nog niet hadden gezien, hier staat hij. Ja, en het spanbandje van de accu past mooi bij de kleuren van de stofzuiger. Dus precies. Het is helemaal op elkaar afgestemd. Ja, nee, dat is uitstekend. Dat is goed gekozen. Ja. Nou Jos, de bevestiging voor de stofzuiger hebben we boven de accu geplaatst. Oh ja. Dit zijn die draadjes die eigenlijk aan de zuigopening zitten, die we in het meubel hebben gemaakt. Ja. Die hebben hier een soort speakeraansluiting op zijn stofzuiger. Ja. Ik vind het altijd netjes om dan de draadjes even te vertinnen, dat het wat minder zit te irriteren. Kwestie van eigenlijk erin plaatsen zoals we dat ook met een speaker gewend zijn. En dan gaan we de stofzuiger op zijn plek hangen. En dan gaan we de draadjes netjes wegwerken. En dat is alles. En de stofzuigslang. Hey, maar kan dat ding er niet uitstuiteren? Nee, nou ja, hij zit wel mooi vergrendeld, dus het is gewoon een kwestie van omhoog. En dan klik, dan zit hij vast. Dus hij kan er niet uitstuiten. Hij rammelt ook niet. Nee. Even zonder trein. Nee, die rammelt ook niet. Nou, en hier gaat gewoon de stofzuigslang in. En die duw je gewoon aan. Alles zit gewoon geduwd. Juist. En dat zit echt vast. Okay. Dit gaat er niet uit. Nou, stel nou dat je de stofzuiger even wat beter wil reinigen of iets dergelijks. Nou, dan zorg ik zo meteen dat het qua ruimte voldoende is qua bekabeling. Dan kan je de slang eraf trekken. Tun hem ietsjes op. Kan je hem eraf halen. Ja, maar je zal er toch ook bij moeten als je die zak eruit moet halen. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk relatief eenvoudig. Kwestie van omhoog. Slang eruit. En dan kan je hem tevoorschijn halen. Oké, dus die slang gaat er wel makkelijk uit. Ja, die slang gaat er heel makkelijk uit. En dan klep je open. Stofzuigerzakje eruit. Stofzuigerzakje. En hier zit het filtertje. Ja. Klik, klik. Wat een leuk systeem, joh. Ik was gelijk enthousiast toen ik het erover hoorde. En terecht? Ja, ik denk echt dat het een oplossing is. En het zit nou gewoon op een plek waar ik anders toch niks mee zou doen. Dus het is gewoon hartstikke handig opgeborgen. En dan gaan we aan de andere kant. Nu zou je het moeten doen, hè? Even de omvormer aanzetten. Ja, kan je aanzetten. Gaan we de omvormer aanzetten, ga ik even een stukje stofzuigen. Want ik zag dat Sjoerd een beetje vuil had gemaakt namelijk. Die heeft gelijk een proefprojectje gemaakt voor de stofzuiger. En kijk, dat ziet er zo uit namelijk. Nou moet ik eerlijk zeggen, het is nog nooit gebeurd dat ik mijn camper terugkreeg en er lag nog rotsen in als hij zei dat hij klaar was. Maar vandaag ga ik het zelf doen. En dat is wel leuk, want nu moet ik ook voor de eerste keer de omvormer gaan gebruiken. Daar heb je hem.
Hij komt bij. We hebben 230 volt, zegt hij. Nou. Als hij goed is aangesloten, gaat hij het nou doen. Waar is mijn slang? Hier is mijn slang. Komt-ie. Jongens, ik ben nog nooit zo blij geweest van stofzuiger. Kijk nou. En als straks daar de rommel weg is, dan ga ik ook voor nog even doen. Want ik kan ook nog even een beetje stofzuiger overheen. Mooi man. En jij? Ik ga ook even stofzuigen. Maar dat is niet de tekortkoming van de B-flex stofzuiger. Maar ik heb onderin de luik ook nog wat zaagsel liggen. En laat voorkomen dat je voorover kukelt in dat diepe luik. Ik kan het ding even aangeven. Ja, dat kan ook. Wat jij wil. Hij is ervoor. Dan gaan we die pakken, joh. Gaan we gewoon proberen. Het is niet mijn stofzuigzakje, dus het is heel. Ja. Zo. Hoor die omvormen dan. Leuk, wat trekt dat dan? Yo, ben je al klaar? Is hij al klaar? Ik ben klaar, joh. Oh. Nou, ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Zijn de snoertjes weg? Wat zeg je, joh? Dat ding zuigt als een duivel. Ja, hij doet het goed. Je hebt nog een beetje ruimte over. Nou ja, als ik het straks opgeruimd heb. Omdat Nico nog een luik. En als ik het goed bekijk, hè. Als ik het goed bekijk, dan kan ik daarachter nog precies mijn pizza oven neerzetten. Heb je die ook nog? Ja, natuurlijk. Leuk. Ik heb zo'n Uni. Is dat op houtpellets of op gas? Nee, ik heb hem op gas. Want ik vind dat houtpellets vind ik hartstikke leuk, maar veel gedoe. Ja, nee, is om mee te nemen. Ja, waarom? Nee. Huppeta, gas eraan, dingen opstoken en pizza bakken. Bam. Top, man. Bedankt. Alsjeblieft, Jos. Veel plezier morgen. Morgen ga ik inpakken. Zaterdag gaan we weg. Zaterdag rijden. Dan zit jij met je luie reet op de camping. Ik denk dat je daar wel eens gelijk in kan hebben. Ja, aan de limoncello. Ja, maar ik heb ook nog wel een projectje voor mijn eigen caravan bedacht. Dus ik denk dat ik nog wel iets van gereedschap zie van het weekend. Oké, okay. Ja, maar ja. Wat moet je zonder? Vervelen. Ja. En de Formule 1. Oh ja. Dus ik kom het weekend door. Ik kan het weekend weer mijn Starlink gaan opzetten. Dan zit ik weer op een Duitse camping. Starlink omhoog. Via Play kijken. Ja, staat ook nog een keer op het verlanglijstje. Starlink? Ja, nee, via Play dat niet, maar Starlink wel. Ja, nou, maar dat komt nog wel een keer. Ja. Oké, poppetje gezien, kastje dicht. Gaan we doen. Hey, Kim. Dag. Hoi. Zo jongens, weer een klusje geklaard. Nou, het klinkt als een echte stofzuiger. En het zuigt als een echte stofzuiger. En ik heb wel eens gehoord, als het lijkt op een eend en het loopt als een eend, dan is het een eend. En in dit geval is het dan een stofzuiger.
Nou, ik heb nog even opgezocht wat die apparaten kosten. Even opgezocht wat die apparaten kosten, zeg ik. Met een slang van 6 meter lang kost die, €277, exclusief inbouw. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat is goedkoper als de Dyson die ik nu heb. Veel goedkoper dan de Dyson die ik nu heb. En als je een 3 meter slang hebt, is die zelfs nog een paar tientjes goedkoper. Nou, ik denk dat Sjoerd er een uurtje of misschien anderhalf mee bezig is. Dus dan moet je dan ook nog een beetje erbij rekenen. Dus voor een 100 of 3,5, 4, weet ik het. Nou, bel hem zelf maar. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Dat je dit misschien zelfs een interessant onderwerp vond. Want zelf vond ik hem echt enorm leuk werken. En ik ga je nog laten zien hoe we dat onderweg gaan gebruiken. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En met dat belletje. Tingelingeling. Mis je ook de volgende video niet. Tot de volgende.